Oh my god, mensen. Vandaag is het dinsdag. Dus zeggen we... Goedemorgen, deze morgen. Mijn naam is Pippi. Hoppa, nieuwe dag. Nieuwe vlog. Oké, vandaag is het een speciaalke. Het is eigenlijk al avond. Het is nu momenteel 18:36. En we gaan iets plezant doen vandaag. Dus deze maand is het, mijn schoonzussen is dus zijn dus een tweeling. En het is dus al de verjaardag op dezelfde dag. Ja, duh, want het is ook een tweeling. Ze verjaren dus op 30 december, dacht ik. We gaan dus in plaats van een cadeautje te geven, gaan we deze keer gewoon iets doen tezamen. Dus wat gaat er gebeuren? Ik ga iets doen met Alice, met Alessandra. En Anouk ga iets doen met Anaïs. Dus ik heb een verrassing geboekt voor mij en voor Alice. Voor haar dus. En wat gaan we doen? Dat ga ik nog niet zeggen. Maar we gaan het zometeen wel allemaal duidelijk maken. Maar ik ben dus nu momenteel aan de deur van Alessandra. En we gaan dan zometeen vertrekken naar Kortrijk. Dat kan ik al zeggen. En we gaan er een leuke avond van maken. Het is alles iets dat ik plezant vind, dat ze zij plezant vindt, dat we alle twee plezant vinden. En ja, het gaat plezant worden. Hè. Ja, voilà, zo simpel is het. Het is iets dat ze al lang wil doen. En ik heb een keer geregeld dat we dat kunnen doen. Hè. Ja, voilà, zo simpel is het. Goed, genoeg uitgelegd. We gaan naar binnen gaan. Let's go, yo. Voilà, zie mensen. En we zitten eigenlijk al terug in de auto. En Alessandra zit hier, zie. Voilà. Yo. Dus voor haar is de verrassing, ze weet nog altijd van niks. Zij is aan het rijden, dat kan ik filmen, maar ik weet ook mijn baan hier niet. Dus we rijden nu naar Kortrijk, het is mega veel mist. Kijk, mist en mist, voilà. En en wat denkt u dat gaat kunnen zijn? Geen flow idee. Geen flow idee? Nee. Ik weet één ding, het gaat niet flow zijn. Dat verwacht ik ook niet van je. Dus ik heb... ik heb dat geregeld, dat we dat kunnen doen. Het is iets dat hij graag gaat doen, hoop ik. Het is iets dat ik hopelijk graag ga doen. Ik heb het nog niet gedaan, zij heeft het nog niet gedaan. Oeh, dat wordt spannend. Dat belooft. Dat belooft. Dus kijk, het is nu ongeveer een... kwartiertje rijden, maar ja, het is file langs alle kanten met die mist, dus we gaan het wel zien, hè, mensen. Spannend, ik vind het wel spannend. spannend. We gaan het zien, hè. Goed, allez, tot z'n biet, hè. Salut! Hoi! Voilà, zie mensen, we zijn toegekomen en nu ga ik vertellen wat gaan we dus gaan doen. Het is hier like een spookkot, zegt ze. Ja. Dus wat gaan we doen? Ja? We gaan zo op een schietstand gaan schieten. Jojo, ja. Met een echt geweer? Met geweer, hè. Minder. Ja, echt. Zo van die plafond. Ja, ik weet het niet. Ja, maar zoiets, denk ik. Ja, dat er zoiets van zijn. Ja? Zal ben een pergoede. Ah ja, voilà. En ik ook, denk ik. Dus ik doe ook schietkamp graag. En hij ook. Ja. En ik dacht van, hey, dat moeten we doen. Maar, ja, dat gaan we doen. Kom, zijn we. Voilà, mensen, we zijn binnen. En daar juist een mega goede uitleg gekregen. Dus we hebben van alles hier gezien. Maar ik ga toen straks een keer vragen of ik eigenlijk wel mag filmen daar. Maar kijk, hij heeft een heel uitleg gegeven over kogels. Voilà. Dus ik weet niet meer wat dat al is, maar dat is alles 9 mm, dat is voor een shotgun en, en dat zijn andere. En vindt het leuk, hè? Nee, maar het is wel een mega goede uitleg dat we krijgen. Het is super interessant. Dus nu gaan we denk ik beginnen schieten. Zo. We gaan het zien, hè. Allee. Straks is het aan ons. Het is aan ons. Hé, hey, alles. Hé, hey, gaan mannen al een beetje oefenen? Hé, hey, kom maar, oefent. Kom, doe maar. Zo, hé, daar aan die deuren, zo. Hè? Zo, ja. Alles, we gaan beginnen, hè. Wow. Ziet zitten? Oké, go. Dat is de max al, hè.
Dat is al het tofste tot nu toe. Gewoon dat, dat dingetje dat daar doen. Allee, Clint Eastwood. Kun je die eerst er al opzetten, of wat? Allee. Dus. Hierin. Hoe duwen? Toe. Voorzichtig, hè. Enfin, zo'n spallen. Die ligt niet aan. Oké. Okay. Wacht, hé. Hoe was dat? Zo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik trapt. Allee! Hoe kan dat nu? Ja, het is uw eerste keer. Doe maar. Heel veel lucht. Oh, wat zeg ik? Ja, santé. Wat zeg ik? Hey, hallo. Met pla. Prof en al. Rambi. Hier, hier, mijn grote manieren. Hé, hey, dat brand. Of zijn dat gedacht? Dat is gewoon het loodje. Nee. Ah ja, maar kijk dat, hè. Oh, joh, mat. Ik zweer het u. Oh, joh, mat. Zijn van Gent, hè. Allee, nog een keer. Hé! Hey! Maar serieus, hij kunt er nog een beetje. Hé, hey, hoe hè? Ja, ik ben er nog onder. Allee, binnenkort aan de nieuwe letter, Maxim. Ja, man. De grote mitraïten. Sta je voor. En je bazooka's ook. Niet voor niks, hè. Allee. Ik doe toch iedere keer met mijn verkeer door, hè. Maar goed. Ah ja, maar je zei dat, Maxime? Dat dat wel juist is. Dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Ah ja, oké, al twee keer raak geschoten. Ja man, weer al erin. Ik ga toch een keer mijn andere oog gebruiken. Ja, gebruik een keer je andere ogen. En ik ga ook een beetje voorzien. Voilà, ik heb toch al een paar keer in het midden geschoten. Voilà, hier vier keer, maar zij is wel de champion. Hè? Ze heeft al, ik weet niet hoeveel keer het men geschoten. Maar ja, kijk, dat is het wapen die, het, die eigenlijk geschikt is voor de vrouw. En ik vind dat eigenlijk de beste. Dus ja, kogeltje erin. Oh. Ja, en daar gaan we. Ja, wat is het of niet? Nee, die niet. Dacht het. Ik zit er weer in. Ja, ik ben gewoon een pro, hè. Zeker. Voordat je het weet, stok hier. Zeker. Dus we hebben een mega goede uitleg gekregen en ze zeggen dus... Like in de films, dat ze zo met twee schieten. En dat klopt totaal niet, want je kunt tot hoeveel? 5 centimeter kun je er neven zetten. Ja. Als je mikt ja. En je doet gewoon met één hand, zit er sowieso al 5 centimeter ernaast. Dus dat is al dikke zeven dat ze zo. Is wel cool, maar het lukt niet. Voilà, zie. Dus ja. Dus hoe moet je dat open doen? Hier is er een knopje. Zo, dus je duwt op dat knopje, voilà, dan doe je zo, en dat zijn de mini kogeltjes, en ik heb dus gevraagd of dat je iemand mee kunt eigenlijk verwonden met die kogels, en je kunt er zelfs iemand mee doden met die kogels, dus het is sowieso, ja santé, en dat was voor de vrouw, moet op. Het is sowieso levensgevaarlijk, hè, die wapens. Ja, dat was ook nog een, denk ik. Dat was ook nog een, hè? Ja. Yes, ik zit er weer in. Oh, venta.
Ja, nu ben ik, we gaan toch een keer wedstrijdje doen, hè? We gaan toch een keer wedstrijdje doen, hè? Als je dat ziet zitten, moet ik verliezen, is dat voor... Wow! Verliezen! Jongens, dat... I was born to win, hè? You understand? Voilà. Ah, oh ja. Dat is aan het stuwen, moet je te doen. Hey, ik heb al de twee keer hetzelfde gatje gezien. Ah ja? Hey. Dat is een groot gat. Oh, zot. Een beetje lectuur. Denk dat ik het ben. Oei. Ja, kijk ja, als je goed zit. Voilà, zie je. Ah, tot z'n bieten. Voilà, zie. En, hoe vond het? Het was zotzalig. Het was echt, echt supergoed. Ja. Dat is echt een aanrader, dus dat is KGK Kortrijk. Ja, ja, hè? Ja. En de uitbater dat er nu was Maxime. Super goede gast, super vriendelijk. Ja, top kerel. Mega veel uitleg gekregen. Echt de max. En hij vond het ook de max. Ik vond echt een fantastische naam. Ja, waar, ik vond het ook de max. Echt waar. Thank you, Bippy Blue. Voilà, allez, dikke zoen. Mwah, dank je. Voilà. Ja, ik heb geprofiteerd van de situatie. goed. Allee, ik ga de vlog afsluiten. Bedankt allemaal om te kijken. Like de video. En tot de volgende keer. Hè. Salut. Hè. Ciao. Ah ja, wacht. Salut. 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 Salut.